Een hele goede morgen alweer. Het is vandaag 22 juni 2021. Rond de klok van 9 uur. We gaan vandaag weer met een schöner Tag-ticket gaan we weer naar Duitsland toe. We staan hier trouwens achter mij, staan ze een paar lintjes te starten. Volgens mij worden deze dadelijk weer stelselmatig in de dienst verwerkt als conditierit. Omdat die dingen meer stilstaan dan wat anders, omdat er geen spitsdiensten gereden worden. We beginnen vandaag onze video op Venlo. Dit is omdat ik hier met de Eurobaan zo meteen richting Vierse ga. En vanuit Vierse gaan we dan door naar mijn eindbestemming. Er komen vandaag een paar erg bijzondere treinen in beeld. Die ik eigenlijk al heel lang op wil zoeken. Maar eigenlijk nooit echt de kans voor gehad heb. Dat ga ik vandaag in ieder geval doen. Heb je zin in de video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien? Er staan playlists in mijn beschrijving. En wil je op de hoogte blijven van mijn allerlaatste content? Druk dan even op het abonneerknopje. Dankjewel daarvoor. Uiteraard is het door de omstandigheden en de tijd van het jaar is het nog steeds verplicht om een koffiefilter op je gezicht te hebben. Dus die gaan we zo meteen even bevestigen. En dan gaan we even vast instappen. Zo, inmiddels geheel volgens dienstregeling met 2 minuten vertraging uit Venlo vertrokken. Ik heb zo meteen 5 minuten overstap in Viersen. En van Viersen moeten we van spoor 2 naar 5, dus we moeten er onderdoor. Ja, wordt nog een dingetje. We zijn in ieder geval onderweg. We zitten in de Flirt 1 van de Eurobaan. Zodra we zo meteen in Viersen zijn, dan pakken we de trein richting Duisburg. En van Duisburg gaan we naar Bielefeld. Beste reizigers, welkom in de regionale trein Reed 13 naar Ham. Wij wensen u een prettige reis. Zo, ondanks de vertraging toch de overstap gehaald. Nu met deze Deutsche Bahn Flirt 3 naar Duisburg toe. Van daaruit gaan we verder richting Bielefeld. En we hebben in Duisburg hebben we een kwartiertje overstap. Dus ik heb nog mooi even wat dingetjes spotten tussendoor. Zo, aangekomen op Duisburg Hauptbahnhof. Inmiddels alweer iets heel leuks gespot. Laat ik zo meteen wel even zien. Achter mij redt er trouwens een ICE2 weg. Goed, we zijn hier aangekomen ongeveer op tijd, rond 10 uur. Het is nu inmiddels ook al 9:15. Rond 9:15 dan komt de Rijn-Ruhr-Express van de Nationaal Express. Die komt hier zo meteen op spoor 11 aan. En van daaruit gaan we mee naar Bielefeld. Thank you.
Rijn-Roer Express van de Nationaal Express. En de Rijn-Roer Express is in principe een soort van concept, hetzelfde als Blauwnet. Het zijn verschillende treinuitvoerders die onder één naam rijden, zeg maar. Dus de Rijn-Roer Express, dat is in principe zo'n combinatie van verschillende treinbedrijven. We zijn nu onderweg met de RE6 die helemaal tot aan Minden rijdt. We gaan met deze trein mee tot aan Bielefeld. We hebben bijna een uur en drie kwartier in deze trein. Dus ik heb wel eens ooit vaker in een Rijn-Roer Express gezeten, maar nog nooit een uur en drie kwartier. Dus ja, de eerste beste keer zie ik jullie in Bielefeld. We hebben zo meteen in Bielefeld Hoofdbahnhof ongeveer een half uur. Alleen heeft deze trein op dit moment 7 minuten vertraging, dus tel maar meer op 20 minuten. In principe gaan we in Bielefeld Hoofdbahnhof niet heel veel spotten of zo, maar we gaan wel met de trein mee waar ik heel graag mee wil. Dus ik zie jullie zo meteen in Bielefeld. Voor het geval dat er mensen zijn die denken van, je had het toch over een schöner Tag ticket? Dat klopt. Die kun je kopen bij de shelter, oftewel bij het loket. Die kun je kopen in een automaat. Maar je kunt ze dus ook online kopen. Dan print je ze gewoon uit. Zo groot als dat, gewoon als A4. Dan hoef je niet je naam in te vullen, want ja, normaal gesproken moet dat wel, omdat de kaart anders niet geldig is. Deze die worden automatisch, wordt je naam er al opgezet. Plus het voordeel is, je kunt die kaart in je DB-navigator app zetten. We gaan er een of andere tunnel heen. Je kunt hem in je DB-navigator app zetten, je kunt hem uitprinten en je hebt hem per e-mail heb je hem ook nog. Dus je hebt dan drie verschillende manieren om je ticket te kunnen laten zien, mocht er op een of andere manier iets fout gaan. Zojuist net in de DB-regio vlucht gezeten. En dat wat je net zag, dat was een S-baan vlucht. Zojuist zijn we door Ham Hoofdbahnhof gekomen. Die trein die ik vanmorgen vanaf Venlo had richting Ham Hoofdbahnhof, dat was dus deze baanhof. Die had ik ook kunnen pakken, maar de reisplanner die plande mij om, dus via Vierze en dan Duisburg en dan dit. Dat scheen sneller te zijn, alleen heeft deze trein waar we nu in zitten 17 minuten vertraging. Dus het is maar goed dat ik in Bielefeld een half uur heb ingepland, want ik heb het nodig. Zo, inmiddels dus nu in Neu-Beckum en daar hebben we dus nu op dit moment al 21 minuten vertraging. Het wordt er niet beter op. Ik had in Bielefeld, zou ik om 11.58 uur aankomen en ik zou om 12.24 uur daar weer gaan. Zou ik 26 minuten hebben. Die Kaulo-Duitsers krijgen het daar nog voor elkaar om mij mijn trein te laten vermissen die 26 minuten later gaat. Ja, van de andere kant, misschien was ik dan maar beter dat ik in de RE13 was blijven zitten. Dan had ik misschien wel een andere trein kunnen pakken richting Bielefeld. Maar ja goed, het is openbaar vervoer. Het gaat zoals het gaat. A few moments later. Nou, inmiddels weer een heel klein stukje verder. We zijn aangekomen in Bielefeld Hoofdbahnhof. Ik heb hier gewoon letterlijk en figuurlijk geen tijd meer gehad om hier nog verdere opnames te maken. We kwamen uiteindelijk met 21 minuten vertraging aan. En ik zit inmiddels ook al in de trein waar dat ik eigenlijk voor hier kwam. Deze die nemen we tot aan Minden. En in Minden daar heb ik een uur. Neem aan dat deze wel gewoon op tijd is. Daar heb ik een uur. Daar gaan veel van dit soort treinen vertrekken daar. Deze heb je namelijk in twee varianten. Enkeldeks en dubbeldeks. Hetgene waar ik nu op dit moment in zit is dubbeldeks. Ik laat zo meteen even wat beelden zien alvast van de binnenkant van deze trein. Als jij kunt raden welke trein dit is en welk bedrijf, laat even een reactie achter in de comments.
Zo, met deze trein gaan we dus nu helemaal door tot aan Minden. In principe had ik met de Rijn-Ruhr-Express ook naar Minden gekund. Alleen ik weet niet zeker of dat deze trein dadelijk ook op de volgende verbinding die wij richting Rijnen nemen, of dat die daar op zit. Het kunnen namelijk ook de enkeldeksvarianten zijn. In ieder geval hebben we de dubbeldeksvariant zo meteen al gehad. Die gaan we in Minden zo meteen nog even een paar keer proberen te spotten. En dan gaan we door naar Rijnen. Ofwel met de enkeldeks of de dubbeldeks. Ik weet niet precies of dat ze daarop zitten. Beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. A few moments later. Zo, nou inmiddels meer dan een uur gespendeerd in deze stadelijke kis. Ja, wat vind ik ervan? Ik denk niet dat het echt als een verrassing zal komen. Dat het voor jullie niet echt een verrassing zal zijn dat ik deze trein helemaal geweldig vind. Sowieso het aanzicht, het is gewoon eigenlijk een XXL flirt. Dus de stoelen zitten goed, beenruimte is prima. Wc is prima. Ja, ze zijn lekker ruim van binnen. Wil je het lekker fris hebben, ga dan bovenin zitten. Wil je het niet al te fris hebben, ga dan onderin zitten. Eén ding wat me wel opvalt, en daar sta ik zelf een beetje van te kijken dat ik dat zeg. Als je naar het toilet toe gaat, of als je naar de instap kijkt. Je hebt zeg maar die typische dubbeldekker instap in Duitsland. Dat je zeg maar dat de vloer een stukje naar beneden toe gaat. En de indeling van die trein. Dan lijkt die heel erg veel op een Rijn-Ruhr-Express. Dit klinkt misschien raar dat ik zoiets zeg, want dat de Rijn-Ruhr-Express is in de Giro, dat is van Siemens. En deze is van Stadler. Ik vraag mij alleen af, zou het misschien kunnen zijn dat omdat het allebei Duitse bedrijven zijn, dat ze misschien een beetje dezelfde stijl zouden hebben? Of is het misschien zelfs wel wettelijk zo verplicht dat ze op een bepaalde hoogte moeten bouwen of op een bepaalde manier moeten bouwen? Dat ze daardoor zo zeer op elkaar lijken. Als iemand daar wat vanaf weet, laat dat alsjeblieft weten in de comments. Dat wil ik namelijk wel eens heel erg graag weten. Later. Zo, aangekomen in Rijnen. Vanuit Rijnen gaan we dus nu naar Münster toe. We nemen van hieruit de RE15. Dat is een Westfalenbaan flirt. En die komt als goed is elk moment binnen, want ze hebben hem zojuist omgeroepen. Goed, op naar Münster. 11 minutes later. Zo, inmiddels aangekomen op Münster Hauptbahnhof. We hebben hier anderhalf uur. Ik heb hier even flink wat tijd in gepland, omdat ik hier nog eventueel het een en ander wilde spotten. Ja, zojuist even dus met de flirt richting Münster gegaan. En ja, Münster, die flirt die daarop zat, die zat wel zo stampend vol dat ik daar binnen vrijwel niks heb kunnen filmen.
We gaan hier in ieder geval nog even het een en ander spotten. En dan gaan we zo meteen richting huis. Later. Zo, inmiddels zitten we in de ene laatste trein richting Viersen. We gaan vanaf Münster gaan we met deze Deutsche Bahn AG Regio Flirt 3 gaan we richting Viersen. En in Viersen stappen we even over naar de Eurobahn en dan die brengt ons dan naar Venlo toe. En in principe zit dan Duitsland erop, dan nog een klein stukje naar Venray toe en dan is de video klaar. Goed, we mogen nou nog even... We mogen nu nog even 1 uur en 55 minuten in een Flirt doorbrengen, dus eigenlijk vind ik dat niet heel erg. Goed, tot zometeen, hopelijk zonder vertraging, in Viersen. 6 hours later. Inmiddels zijn we aangekomen op een heel regenachtig en zeiknat station Venlo. De dag zit erop. Het was erg leuk om bij de Westfalenbahn in de Flirt en in de kisttreinen gezeten te hebben. Erg mooie interieuren en ja, ik bedoel... Moet ik het nog vaker zeggen dat het mijn favoriete treinen zijn en mijn favoriete bedrijf. Goed, in dit geval, ik sluit de video hier af. Heel erg dankjewel voor het kijken. Trouwens, die Eurobahn waar ik net in zat, die had uiteraard natuurlijk 8 minuten vertraging. Dus ik heb mijn Arriva-aansluiting gemist. Hoewel, altijd. De hele dag is alles goed gegaan. Behalve natuurlijk als je terug in Nederland komt. In dit geval, heel erg dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Vind je een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien? Er staat een playlist in mijn beschrijving. En als je op de hoogte wil blijven van mijn allerlaatste content, druk dan even op het abonneerknopje. Dankjewel daarvoor en ik zie jullie in de volgende video. Ciao!